Carlo Damman, 3-1 winst tegen Cirkel. Er was wat geluk mee gemoeid bij het tweede doelpunt, maar het is wel een terechte zege, denk ik. Ja, ik denk het ook. Ik denk dat buiten dat foutje van Gilles Lens, dat we toch wel mogen zeggen dat we die winst verdiend hebben vandaag. Zeker als je kijkt naar hoe dat wedstrijdverloop was. Ze hebben ook wel een deel gedaan. We hebben op bepaalde momenten toch moeilijkheden gehad. Maar ik denk als je heel de match bekijkt, dat we toch de verdiende overwinningen hebben. Ja, goed cirkel inderdaad. He. Veel druk op de bal centraal. Ja, we wisten op voorhand dat er een ander cirkel op het veld stond. In vergelijking met het begin van het seizoen. Zeker na ook hun match tegen Lierse hebben ze toch die match gedomineerd. Dus we wisten wat er ons te wachten stond. Ze hebben ook op een andere manier gespeeld dan de vorige matchen. Dus, maar we hebben denk ik dat goed opgevangen van achter. Goed ja, nu is het op naar Antwerpen, dus dat is weer voorbij nu. Dus. De 16e match zonder Nederland. Ja, dat is indrukwekkend, maar het is nog niet gedaan, dus we kunnen dat nog wat verlengen. We gaan ons best doen om dat zo lang mogelijk te doen. Ook thuis nog altijd niet verloren. Nee, dat is ook iets dat we toch wel aanhouden dit seizoen. Want dat is toch ook een mooi gegeven als je kunt zeggen dat het einde van het seizoen dat je niet verloren hebt thuis. Dus we zullen zien. Hè. 3 weken winterstop nu. Ja, ik denk dat iedereen dat verdiend heeft en dat ook voor iedereen deugd zal doen. Ik denk dat we een weekje congé krijgen. Dus, het is uiteindelijk 6 januari, is dat weer matches, dat is vrij rap. Maar goed, iedereen heeft nu wel een week congé verdiend. Dus goed. Goed, geniet ervan.